te knetteren. Uh-oh. Oh yeah. He is crazy, man. Oh. Oh, mijn duim, mijn duim. Hallo. Ik ben Nick en de woorders. We gaan vandaag wat superleuk, maar wat ga ik jullie niet vertellen. Hamsterkoekjes maken. Wat we ervoor nodig hebben: meel. Ik heb speldmeel. Brokjes. Een lepel. Een kommetje. En water. En laten we beginnen met de eerste stap. Nou, we gaan als eerste beginnen. Stap 1. Doe de meel erin. Doe op een lepeltje of giet gewoon zo. Ik heb ongeveer 1/4. En dat is stap 1. En dan gaan we nu door naar stap 2. Oké, en stap 2 is: doe de water in. Ik doe het met een lepeltje. En ik doe 2 of 3. Ja. Oh. 1. 2. 3. En zo bekijk ik het. Nu heb ik er 3. En ik denk dat ik er nog eentje ga doen. Ik ga even roeren. Ja, ik ga er sowieso wel nog eentje doen. Ik kan ook gewoon zo doen. Ja, dat ga ik nu even doen. Oké. Ik ga nu even nog een lepeltje erbij doen. Oké. Zo. En nu goed roeren. Tot het een beetje een papje is. En dan blijf je het een beetje er doorheen doen en zo. Nou, hier zo ziet het er dus uit als een knederig papje. Ja, het is een beetje plakkerig zoals jullie zien. En nu doe je dus de brokjes of ja, een soort voer of zo. Doe je er doorheen. Wel wat hij lekker vindt. En dit is wel het vieze werkje. Dus, mouwen opstropen en klaar ervoor. Oké, even lekker kneden. Net als je cake gaat bakken of koekjes of... We gaan nu ook koekjes bakken voor de hamster. En dit kneed je dan even lekker door elkaar. Je kan er nog wat meer in doen, want ja, je moet het allemaal zelf weten. Oké, ik doe nog even wat meer erbij. Ho. Gewoon lekker veel. Je werkplek lekker vies maken natuurlijk. Dan ziet het er zo uit. En dan gaan we nu door naar stap 4. Nou, we gaan nu door naar de volgende stap. En de volgende stap is allemaal balletjes maken ervan. En dan leg je het op de ovenplaat. En je kan er ook zo een beetje plat maken. En een gaatje in doen. Want ik kan er nog wat in doen. Ik zit hier een beetje te knetteren. Ik denk dat ik diarree heb gedaan. Uh-oh. En gelukkig stond dat erop. Oh jee. Maar die voelde wel even lekker. He is crazy, man. Nou, gewoon een beetje rollen en een beetje plat maken. En dan zie ik jullie zo weer bij de volgende stap. Oké, zo ziet ze er dan uit. Nu zet je de oven op 150 graden. Dan laat je hem voorverwarmen
En als die voorverwarmd is, dan kan je het, de plaat in de oven stoppen. Nou, de oven heeft gepiept dat die voorverwarmd is. En nu gaan we even de plaat erin doen. Ze zitten nu in de oven en ik zet ze op 4 minuutjes. Oh, dat ziet er goed uit. Het lijkt net op pepernoten. Hij moet nog 2 minuten en 15 seconden. Nou, de koekjes zijn klaar. Het ruikt eigenlijk naar brood. Maar ik doe ze nog even een minuutje langer, want ik denk dat ze nog wel ietsje langer moeten. En zo zien de supermooie, prachtige koekjes eruit. Niet te hard, niet te zacht. Ook niet dat je ze... je kan ze heel lichtjes indrukken. En nu, ze zijn nog heel heet, dus we moeten ze even laten afkoelen. En dan hebben we het eindresultaat. Nou, ik ga nu hem even doormidden snijden. Auw, auw, mijn duim, mijn duim, mijn duim. Auw, dames en heren, ik heb echt bloed. Het doet echt pijn. Kijk dan. Auw. Oh, lekker. A few moments later. Nu ga ik hem echt doormidden snijden. Een beetje zwaar. Kijk, zo ziet het er dan uit. Eigenlijk zijn het geen koekjes, maar het lijkt een beetje op brood. Laten we een halfje aan Sjoerd laten proeven. Nou, hier hebben we dan lieve Sjoerd. En Sjoerd, wil je wat lekkers? Kijk, hier heb ik dan het koekje. En proef hem maar. Oh, hij vindt het heerlijk. Lekker. Ja, dat is lekker. Kom maar. Hij vindt het super lekker. Nou, terwijl Sjoerd nog even lekker doorsmikkelt, dan Sjoerd gaat nog even lekker doorsmikkelen. Hij vindt het echt super lekker. Dit is echt geslaagd. Nou, hij is heerlijk aan het eten hoor. Is het lekker, Sjoerd? Ja. Nou, ik vond deze video super leuk. En ja, dit was het eind van deze video. Ik vond het super leuk en geslaagd. Volgens mij vindt... Waar Sjoerd? Oh, hij is even in zijn huisje. Sjoerd vond het volgens mij ook super lekker. Nou, dit was het eind van deze video. Geef een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En als je abonneert, moet je belletje klikken. En als je belletje klikt, moet je op alles klikken. Ja, goed zo, Malika. Later. Tututututu.